in 24 uur 10.000 euro gemaakt. Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een hele vette video. Ik heb namelijk gewoon 10.000 euro gemaakt in 24 uur. Ben je nou benieuwd hoe ik dit gedaan heb? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started! Deze video is in samenwerking gemaakt met de Nederlandse Bank. En dan denk je misschien, ja, maar Bo, als het in samenwerking is met de Nederlandse Bank, is die 10.000 euro in 24 uur toch gewoon een makkie? Maar nee, zo is het niet gegaan. Ik heb namelijk 24 uur in bruikleen een super vet apparaat mogen gebruiken. En hiermee heb ik dus al het geld gemaakt. We gaan het apparaat nu ophalen bij de politie, want het kon niet zomaar bezorgd worden via een normale bezorgdienst. Want als iemand anders dit apparaat in bruikleen krijgt, dan is de hele economie en de hele geldwaarde in Nederland zomaar weg. Dus we gaan nu naar de politie en het koffertje ophalen. Ik ben heel erg benieuwd. Jullie ook? Kijk dan even mee. Let's go. Ik ben vanuit school direct doorgegaan naar het politiebureau en ik heb net de afspraak gehad. Nu mocht ik hier binnen helaas niet filmen, maar ik heb het koffertje en daar gaat het allemaal om. Ik weet al wat hierin zit, maar jullie nog niet. Dus laten we snel naar huis gaan en het openmaken. Let's go! Het is inmiddels iets later, maar ik ben eindelijk thuis en ik heb hier de koffer. We gaan hem eindelijk openmaken. Ik zet hem even neer, hij is best wel zwaar. En we halen de grendelingen eraf. En tadadam, jullie kunnen het niet goed zien. Maar ik zat even, oh, het is echt zwaar. Kijk, jullie kunnen het, ja. Je ziet het piepschuim en dan zie je iets verpakt in een zwart papiertje. Dus ik ga het even uithalen. Oké. Wow, dit is echt, ik weet dus nu waarom de koffer zo zwaar was. Het is niet de koffer, maar het is het apparaatje. Zetten de koffer even weg. Nou, het ligt hier voor me en we gaan het dus uitpakken. Ik weet al wat erin zit, maar jullie nog niet. Kijken. Wat ziet het er vet uit, kijk. En nu denken jullie misschien, he, wat is dit heel erg leuk met dat gouden en dat zwarte. Het is overigens super zwaar, maar het ziet er heel erg leuk uit. Maar wat is het nou? Nou, ik heb in samenwerking met de Nederlandse Bank iets super gaafs wat ik voor 24 uur helaas maar mag testen. Want als jullie zo meteen horen wat ik ermee kan doen, dan snappen jullie wel waarom ik het jammer vind dat ik dit maar 24 uur mag testen. Ik heb hier namelijk een apparaatje en geloof het of niet, maar je kan hier dus je eigen geld mee maken. En hoe makkelijk het is, dat is als volgt. Je hoeft hier alleen maar gewoon een normaal A4 papiertje in te doen. En dan draai je aan de knopjes. Hoe het werkt weet ik nog niet, dat ga ik zo uitzoeken. En dan komt er gewoon een echt geldbriefje uit. En dat kan elk biljet zijn. Dus 10, 20, 50. Het kan gewoon alles zijn. En ik mag dit dus 24 uur lang uittesten van de Nederlandse Bank. En daarna moet hij weer terug. Ik heb de handleiding van dit hele bijzondere apparaat op mijn computer staan. Dus dat ga ik zo meteen eerst even goed doorlezen. Wat ik wel weet is dat ik zo meteen eerst het A4 papier op maat moet snijden. Want hier past sowieso geen A4 papiertje in en het lijkt me dan ook niet dat er een goed biljet uitkomt. Dus ik ga zo meteen een A4 papiertje pakken, dan ga ik opmeten hoe lang en hoe breed een brief van 20 is, hoe lang en breed een brief van 10 is en van 50 en dan ga ik dit uitsnijden. En dan kunnen we het misschien zo meteen wel gaan gebruiken in het apparaat. Ik ga het even goed doorlezen en dan ben ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ik ben even een tijdje bezig geweest zoals je ziet, want ik heb geprobeerd wat briefjes te snijden. Het ging een aantal keer mis, want het is best wel een precisiewerkje. Maar ik heb er een paar helemaal perfect gesneden. Dat zijn deze. Ik heb als eerst een briefje van 10 op formaat gesneden. Toen een briefje van 20. En toen twee briefjes van 50. Want dat is natuurlijk het hoogste bedrag. Dus dat zou het fijnste zijn als dat goed werkt. Want dan hebben we sowieso al 100 euro in de pocket. Ik ga nog even verder lezen hoe het allemaal moet. Want ik denk het nu te weten. Dus laten we maar geld gaan maken. Let's go! Ik heb alles even goed doorgelezen. En ik heb ook alles even goed bekeken. En ik ben er eigenlijk achter dat dit een beetje lijkt op een soort van drukpers. Want er zitten ook twee rolletjes. Je hebt twee knopjes aan beide kanten. En of het werkt, ik hoop het heel erg. We gaan het gewoon proberen denk ik, want dan komen we erachter. Ik heb hier het A4 papiertje in het formaat geknipt van een tientje. We doen hem erin. En we gaan gewoon draaien. En ik zie dat er wat uitkomt aan de andere kant. Nou, we draaien door. Nu moet ik wel zeggen dat dit niet lijkt op een brief van 10. Maar
gewoon op een wit papiertje. Misschien ook iets fout of is het gewoon even een proefdraaitje. We doen hem er nog een keer in en we gaan gewoon draaien. Huh? En nu, serieus, komt er gewoon een brief van 10 uit. We draaien door. Huh, wat raar. Kijk dan. Huh? Dit is echt, ik ben even speechless, maar dit is super gek. Dit is gewoon een echt brief van 10. En ik heb hier net het geldbedrag op liggen wat ik net heb gebruikt voor het afsnijden. Maar kijk even, het is gewoon identiek. Het is gewoon precies hetzelfde. Het glimmertje. Het watermerk zit zelfs in. Dat kunnen jullie niet zien, denk ik. Maar het watermerk zit erin. Alles gewoon precies hetzelfde. Het voelt hetzelfde. Het is hetzelfde. Ik snap er helemaal niks van. Dit is dus het briefje die ik zojuist gewoon gemaakt heb. Ik leg hem hier neer. En laten we doorgaan met het briefje van 20. Ik heb hier dus nu het formaat geknipte briefje van 20 euro. En ook deze doen we erin. En we gaan draaien en draaien. En huh? Er komt gewoon echt een briefje uit. Huh? Wat gek! Dit is echt super gek. Ik heb hier gewoon een echt briefje van 20. Het is ook gewoon, alles klopt. De kleur. Het, huh? Wat raar. Nou, als dat tientje en dat 20 werkt, dan moet dat 50 ook wel werken. Dus we pakken het papiertje weer. We doen hem erin. Zo. En draai hem maar. Oh, wat gek dit. En daar hebben we hem weer. Een briefje van 50. En ook de laatste gaan we er gewoon in doen. Hoppatee. Jongens, echt. In een paar minuten heb ik gewoon even 130 euro gemaakt. Hoe mooi is dat? Ik ga hier denk ik nog even een uurtje mee verder. En dan ben ik zo weer terug. En hopen dat ik dan nog veel meer geld gemaakt heb. Met dit super vette apparaatje. Nou jongens, ik ben even bezig geweest zoals je hier ziet. Maar ook daar ziet. Want ik heb even wat briefjes op de waslijn gehangen. De reden daarvoor, dat ga je zo meteen zien. En als je denkt, wat heeft ze gele vingers? Ik zou het jullie direct even laten zien hoe dat komt. Je hebt hier het apparaatje. En ik heb hier bijvoorbeeld een formaatbrief van 50. Ik ben trouwens gestopt met de 20 en de tientjes. Want ja, 50 euro gaat veel sneller. Dus waarom niet? Ik doe het briefje erin. En ik ga het draaien. Maar wat het hem dus is. Ik heb hier het briefje. Maar omdat het dus net uit die geldpers komt. Is het een beetje nat. En krijg je er lekker gele vingers van. Dus vandaar dat ik het even ophang op de waslijn hierachter. Nou, zoals je ziet liggen hier dus stapels met geld. En ik heb het apparaatje tot morgenochtend in leen. Dus ik denk dat jullie wel kunnen inschatten wat ik de komende uurtjes ga doen. Ik ga voor nu even de video afsluiten. Want ik denk dat jullie wel genoeg gezien hebben. En dat jullie nu ook wel begrijpen hoe het apparaatje werkt. En hoe vet het wel niet is. Vond je de video nou leuk? Doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. En zou jij ook zelf graag zo'n apparaatje in bruikleen willen hebben voor 24 uur? Dus 24 uur je eigen geld maken. Laat mij dat hieronder wel even weten in de reacties. En abonneer je zeker weten op mijn kanaal. Nou, ik ga nog even verder. Maar in ieder geval tot de volgende keer bij een nieuwe video. Doei doei!